Hallo beste kijkers, vandaag heb ik een exclusief interview met Frans Teunis, want hij is vandaag 75 jaar geworden. Echt een hele schone mijlpaal. Maar wat Frans niet weet, wil gewoon ook nog even een klein interviewtje houden met een zoon van hem en met zijn kleinzoon. Dus blijf kijken, wat is Loos in Maastricht? Frans Teunis, 75 jaar. Hoi, wat is Loos? Boe, in Maastricht. Ik ben onderweg. Vraag zich die af wat Loos is in Maastricht. Ik ga nog zeug en ik blijf zo lang op de weg. Tot ik weet wat Loos is in Maastricht. Ja, beste kijkers. Ik sta in even Rob en Gianni, de zoon en de kleinzoon van Frans Teunis. Frans, je weet nog niet dat jij bij hun staat. Dat zit je nu pas in het interview. Dat is eigenlijk een verrassing eigenlijk. Dus ja, bij deze. Rob, ja. De pap, 75 jaar. Wie vindt ze dat, jong? Ja, dat is toch een mijlpaal, hè? Ja, pap, 75 jaar. Kijk, maan van het volk. Vuil met gemaakt samen, natuurlijk. Hè. Van Zeng on the Gang, CD. Tot Lintje, wat er heeft gekregen. Tot ook dieptepunten, natuurlijk. Hè. Sterven, opa en oma. Van zijn pap en mam. Zijn broers, Nico Matti. Wat voorzien verloren op hele jonge leeftijd. Wat voor hem heel erg emotioneel is. Maar ook heel veel schoen dingen. Dus ja, daar kieken we terug op een geweldig leven van hem natuurlijk. Ja. Kijk hem tot er nog heel lang door mag zien voor ons. En ja, geweldig pap. Ik wens je bij deze een fijne dag vandaag. We zien je straks nog even. En ja, goed, tot straks zou ik zeggen. En van harte gefeliciteerd. Ja, en nee, ja, de kleinzoon. Ja, die groeten kleinzoon naar Frans. Ja, dat is niet meer klein, dat is echt goed, hè. Vertel eens, jong opa. Ja, we zijn natuurlijk super trots. Ik ben ook natuurlijk super trots dat dat mijn opa is. En ja, wat hij allemaal heeft bereikt en nog allemaal deed, zeg maar. Vind ik dat natuurlijk super chic dat ik kan zeggen dat dat mijn opa is. Dus in ieder geval proficiat gewenst. En ik zie het niet vandaag, denk ik, maar ja, wel morgen, denk ik, of overmorgen dan. Moeten we maar goed vieren. Oké. Okay. Ja, dan gaan we, Frans, ze gewoon even met de gedraaien, gewoon ze even gaat voor de zingen. Loopt dat maar, hè. Klein beetje, of één coupletje. Ja, wat wil je tegen Frans zeggen met de gedraaien? Ja, Frans, ook heel goed, namens mij. Hartelijk gefeliciteerd, nog heel veel gezonde jaren, muzikale volle jaren. Tot nog wel van u mag genieten. En nog van Joey, Emanuele en Janice. Ja. En bij deze nog een keer samen. Lang zal we leven, lang zal we leven, lang zal we leven in de gloria. In de gloria. Ja, in de gloria. Hiep de piep. Hollé. Hiep de piep. Zeng aan de gang, hè. Ja, zeng aan de gang. Ja, nee, Frans, kijk eens even nog even terug, beste kijkers. Kijk, hey, de gouden cd nog 50.000 exemplaren. Ja, weet dat hem dat nou? Frans? Surprise. Ja, beste kijkers, neven mij zegt Frans Teunis. Frans Teunis is 75 jaar geworden. En voor gewoon vandaag eens Frans vragen. Frans, 75 jaar, voor gewoon even terug. 75 jaar geleden. Frans, allereerst van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Namens ons allemaal en namens het volk. Ja, en van het volk van Maastricht natuurlijk. Frans, 75 jaar, een hele schone mijlpaal. Een terugblik. Ja, 75 jaar, veel ups, veel downs, maar dat zal alle lui hebben natuurlijk in hun leven. Ik heb afgelopen zaterdag een geweldig artikel in de Limburger gestaande. En op L1, trouwens dat zit nog altijd op L1 op Facebook, kunnen lui het chant verhaal huren, want dat waren maar 50 minuten. Ja, een terugblik is moeilijk. Ik bedoel, kijk, ik denk dat de terugblik wat ik zo kan hebben is 1995. De rest is allemaal heel leuk geweest, met heel leuke lui gewerkt. Met de beste van Nederland gewerkt, in studio's geweest, heb voorzien en nu bij Pebbles. En dan wil ik dat voor altijd en in zoete wereld helpen. Hij hing mijn gouden cd en die is niet gemaakt, de backing bij een ander platenmaatje bij Pebble Music. Dus Fred heeft dat geproduceerd. En ja, het is een gouden cd geworden. Meer dan 50.000 stuk verkocht. Langs genoteerde in de hitparade van alle tijden. Dus ja, wat wil ze dan nog meer? Langs de Polonaise. Ja, heel veel schoen dingen heb ik metgemaakt in mijn carrière. Met de nachtgolven eigenlijk in feite. Ja.
En Frans, wie zit er eigenlijk begonnen eigenlijk? Want vroeger heb je nog, in de jaren 60, wat was dat, Opus geloof ik, hè? Ja, ik ben begonnen bij de Blue Strangers en daarna bij de Vincents. En van de Vincents ging je naar Opus en daarna naar de Sharons. En ja, ik bedoel, er waren ook in een tijd, er waren de tijd van de bitke andere muziek. En ja, dan geest het toch rustig het ouder en altijd dat reizen naar Duitsland, naar Luxemburg en de boutique spullen en noem maar op, allemaal in La Grotta. En ja, dan denk ik toch bij de eigen wel ze meer een sociaal leven hebben, een standvastig inkomen. En toen ben ik gaan werken bij Kok Schelen. En ja, toen ben ik met de nachtgraven begonnen. Dat is eigenlijk ontstaan van hoe een vriendenclub die in Café de Keizer vroeg, met de vrouw wel komen. En ja, er waren, Matt van Stels is daar met de oprichter van geweest, met Nettie en Monique, en of jammer, Monique was erbij, en Monique Gebakken, Rel, Del, weet je dan niet, hè, die nog dezelfde, dus toen was toen. En Henny en Thea waren erbij, John Dams is erbij geweest met Mario. Ja, ik zal toch wel weer een vergeten, maar ja, we waren een hele vriendenclub, uit eigenlijk het verenigingsleven van het Vrouwenveld. En ja, toen was met Cecilia feest, dat was met de Hermenie vroeger, in december. Ik was de ertessop trouwens op dat traditie. En toen moesten we altijd gaan opdraaien. En had ik daar kom, we maken, willen we ons bijeengroeien. En toen ben ik bij Joop Sutterland terechtgekomen in de Frankenstraat, de groenteboer. En zijn zoon, die deed nu wel met een elfenkaan. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Die had me ook gefeliciteerd vanmorgen. En ja, dan denk ik bij mijn eigen, had ik Joop gevraagd. Ja, dit was veel of sponsor, hoofdsponsor van de volleybalclub Maastricht, VC Sutterland. Die volleybalde op eredivisieniveau. En toen zei ik, ik wil een clubliedje opnemen, Frans. En die hoop gelijk door. Ik denk, hé, wacht even. Ding B-kantje moet ook een liedje op, hè. En toen zag ik dat tegen hem. Ja, zeg, dat gaan we doen. Singeltje maatje, mooie VC Sutterland, de ploeg op de voorkant. En aan de achterkant, joggel. Opgenomen bij Daan Smit door Fred Meijzorg. Die wordt door Sengen onder Gengit geproduceerd. En toen zien we zo vertrokken en het Bosvuivel gaan optreden. Maar we hadden maar twee liedjes. Dus we zongen dat van VC Sutterland op een carnavalzitting. En dat was een beetje kaltekedij. En joggel, dat was een schoenkelweldje. En dan deden we dat twee keer. Ja. En voor de pauze nog een pauze. En dan hadden we toch een optreintje. En zo is dat uitgegroeid. Nou, ja, het grandioos. En Frans, ja, in de 74 jaar, ja, je hebt natuurlijk ook minder leuke dingen met gemaakt. Je hebt broers verloren en zo allemaal. Ja. Ja, dat klopt ook. Ja, dat zien natuurlijk, maar dat hebben alle Jeffrey. Ik bedoel, iedereen heeft zijn ups en zijn downs. En ja, zo wie iedereen dat weet. Ik heb een paar huwelijken gehad. En ja, dat zijn toch allemaal dingen die pijn doen en verdriet doen. Zowel voor mijn kant als voor mijn partner de kant. Ik bedoel, en je moest niet zeggen, die is schuld of die is schuld. Dat is ze zelf, alle twee schuld. Iedereen is er schuld dan. Maar het zou niet zien, niet dat iedereen is gescheid, maar ik dan toevallig wel. Maar het verdriet hoort dat te bij alle lui. Ik bedoel, morgen moet ik dan in de maan, gewoon ja, naar de dienst van in de maan. Dan heb ik een prachtig gedicht gemaakt voor je. Met een heel mooi stukje muziek onder. Dat doe ik dan ook. Ik stond er wel altijd klaar voor lui. Die ik ken, die dan bijvoorbeeld ernstig ziek zien. En ja, Franske Kronenberg, daar heb ik nu heel goed contact met. En dan ga ik voor die lui naar de Slevouwe Kerk en dan steek ik een boezetje. Ook als ik weet dat iemand slecht gaat, dus dat die depressief zien. En dan ga ik naar de toon, dan steek ik een boezetje en denk ik, ja, bij Slevouwe. En dan maak ik zelf een filmpje. Als ik de boezetje aansteek, dat ze kunnen zien dat ik dat ook echt doe. En lui vinden dat prachtig. En als ik nu zie hoeveel mensen tot mij hebben gefeliciteerd, dan klopt me mijn hart van boven naar mijn kop tot in mijn tienen. Zo schoen. En als ik zie dat Albert Verlinde, onze burgemeester Annemarie Pen, mij een briefje stuurt. Radio NL, Radio Falcon niet te vergeten, Radio Maastricht en TV Maastricht. Die kind zijn niet zo gek, uit België, Radio Bo, een hele goede zender. Ja, dan denk ik bij mezelf van, ja, dankjewel. Daar heb ik ook heb ik dan vanaf 1995 heel goed mijn best voor gedaan. En ben ik altijd nog gewoon gebleven zo wie ik ben, nu nog. En ik hoop dat nog een paar jaar te maken zien. Ja, en ik heb ook gelezen, ja, de kinderen, je zeggen van, je hebt ze alles kunnen geven, maar je vond dat je toch te weinig
tijd voor ze hebt gehad. Ja, neemt te weinig tijd. Dat slup zo erin, daar kan ze niks aan doen. Er moest heel veel gaan opdraaien. Dat was niet toen nog de nacht of hoe de ingegangen. Dat was niet te harde. Maar dat wil ze toch gaan metmaken in de leven. Wat schoen is en wat goed is natuurlijk. Hè. En ja, dan heb ze toch meer opdraaien. En dan kan ze wel financiële lui erin helpen. Hè, tot ze gaat extra opzetten, de werk staat nog erbij, maar altijd blijven werken erbij. En tot ze de kinderen gaat kunnen geven. En als iemand gaat nu de gat, een partner gaat de koop tegen mij, want dat kan ze doen. Hè. Maar dan verluist ze toch de aandacht van detailjes. Als nu, ik noem de voorbeeld, de kom terug en heb ze, ik noem maar gaat, dat 1000 euro verdienen of 1000 gulden verdienen. En ik zeg, oh, dat heb je verdiend. Maar dan een partner of een van de kinderen heeft boekpijn. En dan zeg je, oh, dat heb wel over. Dus als dan wij jou zeggen van, oh, kom maar zeggen, dan ga ik eens even bij de zitten. Of even naar de dokter gaan. Dit soort dingen, die vergeet ze gauw. En dan zien als ze hebben me dat echt daar ben ik voor afgerekend geworden. Erg genoeg, dat ik toch meende tot ik goed deed. Aan de ene kant, nooit dat ik ruzing maakte. Ik heb nog nooit ruzing gehad in mijn leven. Nooit. Maar dan dat zien dat die dingen, dat ze denken met hun eigen, ja, misschien had ik beter minder kunnen verdienen. Maar dan had ik dat wel niet kunnen geven. Om die wat bij me zien dan. Financiële tot te groot geheerd. En tot, ja, ik bedoel, ik durf het openlijk te zeggen dat ik redelijk veel geld heb verdiend. Maar dat heb ik ook besteed. Om die wat te kort bij me hebben gestaan. Ja, Frans, dat is ook een trotse opa. Hè? Nu is de corona, maar dan mag je zo ook altijd nog het voetballen kieken van de jongen. Ja. En ik heb 2 zoons. Dat is Robbie en dat is Patrick. En die zien me altijd even lief geworden. Bij Patrick heb ik helaas minder contact. Eigenlijk bijna niet. En zijn vrouw is een geweldige zangeres, Saskia. En daar blijf ik dan toch wel trots of groets op eigenlijk. En Robbie, ja, dat is een jong die, ja, Zoe Kump, die kent ze hem zelf een beetje goed. En mijn kleinzoon Gianni, die voetbal bij Heugem. En de andere, mijn stiefzoon Johan. Ja, dat is ook het schatje van een jongen is dat. Dat is, die heb ik toch heel in mijn hart zitten. Die zal het ook nooit doen gewoon. Want iemand die goed voor zich is, die blijft goed voor zich. Ja, Frans, ik merk ook nu, je zit echt een man met gevoel. Hè? Die zit nog heel denk ze nu, je lacht soms, maar je laat ook soms in de troon. Maar gewoon, ja, je hebt het gevoel op de juiste plek zitten. Ja, dan moest me niet te diep gewoon raken. Hè. Als ik dan over mijn kinderen spreek bijvoorbeeld en over mijn broertjes, ja, dan heb ik het toch moeilijk met. Omdat ik, ja, dat komt gewoon tot ze van lui hels. En ik heb toch al mijn kinderen opgenomen. Hè? Ik bedoel, Patrick nog, 2 kinderen. En ja, als ik dat dan niet zie, dan denk ik dat toch allemaal vuil verdreed. En ik bedoel, Robbie die zin, en Gianni die voetbalt aan. Joanneke die heb ik dan van toen nog weer wat tot zijn 16e. Heb ik hem eigenlijk opgevoed, eigenlijk. Hij is een handige beer geworden van een keel. Robbie die, ik ken hem ook toen als zo goed was. Gingen vanuit de café van Robbie op de Meesterweg, Café de Hoop. En zat als ik op de biljart en gaf van 5 euro voor een tuut friet te holen en een bal gehakt. En dan kwam er terug met die frietje aan en dan zat als ik op de biljart en Robbie die trok hem altijd zo aan zijn oor. En dat vond ik geweldig, begrijp je? Ja, dat zijn allemaal dingen die vergeet ik nooit meer. Ja, Frans, 75 jaar, we hopen dat je nog lang onder ons zit. Wat wil je tegen het volk van Maastricht zeggen? Nou, ik wil het volk van Maastricht bedanken. Maar één ding moet ik kwijt, Jeffrey. En dat heeft met mijn carrière niks te maken. En luistert goed, lief lui. En zeer zeker de jeugd. We hebben allemaal gezien wat gisteren overal is gebeurd. Auto's in brand gestoken. Nummer op, geweld, of het een oorlog is. En een VEA. We zijn altijd afgeschuift geworden door Hollandse aandelen. Die zegt, ach, Maastricht, de juren hebben juist. Die zien wel veel nu eens zien in Maastricht. En ik roep alle jeugd op. En zeer zeker ook de ouders van, laat veel dat nu eens niet doen. Laat veel nu eens zorgen tot we de netste en de verzoendelijkste provincie van Nederland zien. Dan heb je niet alleen de naaf wie je broedt, maar ik denk heel veel oude lui. Want aan een stad Maastricht, dan moet de schijnen aankomen. We hebben altijd gezegd, die Hollanders, sorry dat ik het zo moet zeggen, die Hollanders, die huren niet tegen Limburg. Maar geen Maastricht, heren, jeugd,
die van mij houden en die van ook aan de lui houden, niet doen. Help mij tot ik dat nog mag metmaken, dat weer de verzoendelijkste provincie van Limburg zien. En zeer zeker, uw stad Maastricht, vergeet dat niet, uw stad en de jeugd ook, het is uw stad. En laat die hulpverleners die oogopdracht krijgen, die maar misschien 1600 euro verdienen, die moeten werken. Hè? En die moeten dan uw pensioen doen met een knuppel. Laat ervoor zorgen dat die jongens ook rustig kunnen werken. En tot veel Maastricht, heren. Hé, je zegt het allemaal. Hij zit het. Maastricht is mijn lief. Dat je dat. Help me met. En wat is loze Maastricht? Die gaat dat ook doen. Met helpen, tot veel Maastricht niet laten zien, om de rest van Nederland tot weer schoren zien. Dat willen we niet. Maastricht is schoen. Maastricht is prachtig. Om heet te wonen, moest er groets op zien. Dat is mijn mededeling. Ja, en een schoenere afsluiter kunnen we niet hebben. Ja, Frans, hartstikke bedankt. Keer gedaan. Ik stond er zelf, ik ben er even stil van wie ga je eindigen zien. Echt heel schoen werd, Frans. En ja, hopen dan over 5 jaar dat we dan weer een nieuw interview hebben. Hè? En toch voor in ieder geval kunnen zeggen, veel Maastricht en heren, veel worden de enigste die de jongens gewoon geen pijn hebben gedaan en die ons ook geen pijn hebben gedaan. Want hulpverleners, die zien dat voor ons te beschermen en niet voor ons laam te houden en blijven ze zich op het ziekenhuis kunnen helpen. Toch, Maastricht, dat nu. Hou van een stad, bitter voor een stad. Frans Teunis, 75 jaar, een terugblik. Wat is loos in Maastricht? Jij onder de gangen, Frans. Dat sowieso, hè. Dank je. Dank je wel. Ik weet wat loos is in Maastricht.